Het nachtleven in Paramaribo en Nikeri ligt niet stil. Op vrijdag en zaterdagavond is er in het hartje van Nieuw-Nikeri een gezellige drukte en proberen de mensen zich te vermaken. Sifra Goudland maakte voor u het volgende verslag. Weekend in Nikeri lijkt de grote trekpleister te zijn. We staan in het hartje van Nieuw-Nikeri bij het pleintje tegenover het commissariaat in de RP Barrowstraat. En we gaan een kijkje nemen. Hopelijk rennen de mensen niet achter ons dat we ze filmen. Maar het is behoorlijk druk, want mensen proberen toch nog voor lockdown tijd thuis te zijn. Wij spraken hierbij met Daisy Gobardan, wat zij ervan vindt dat men toch nog op de een of andere manier wat vertier probeert te zoeken. Volgens districtscommissaris Senrita Gobardan kan je niemand ervan weerhouden zich te vermaken. Het is bekend dat Nikeri in het weekend een trekpleister is, maar mensen moeten elkaar ook beschermen, zegt de DC. Het is wel opvallend, de politie in Nikeri in het weekend heel zichtbaar is. En na 9 uur doet de politie haar werk gewoon. Gewoon haar werk doen en de protocollen zijn daar, wat niet mag, mag niet. Zo scherm je jezelf door te vaccineren. Je hebt te houden aan de protocollen en dan pas gaat alles open. Gedeeltelijk is alles reeds een beetje open, kan je zeggen, gedeeltelijk. Maar je hele leven lang kan je niet alles gesloten houden. Elk district probeert toeristisch aantrekkelijker te worden en dat stemt goed. Vakantie in eigen land moet ook kunnen, maar men moet zich wel houden aan de coronamaatregelen. Daisy Gobardan vindt het prima dat er toeristen naar het district komen, maar die moeten er wel voor zorgen dat ze Nikeri weer netjes achterlaten. En, ik denk dat het veel meer dan dit gaat worden. Dus ik ben blij dat er heel veel mensen hier naar Nikeri komen. Maar natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat Nikeri schoon blijft. Jo, zoveel mensen komen hier. Wat doe je met je vuil? Smet je het hier? Zet je het in de auto? Wat doe je ermee? Dus ook dat, die mindshift moeten we ook hebben van schoonhouden van je omgeving. En op die manier trek je toeristen aan. Lekker eten hebben we reeds hier. En je weet toch, lekker eten trekt de mens ook. Hè? Laten we dan zouten gaan drinken daar, een roti daar gaan halen, weet je, bami, een chapsoy daar gaan halen. Dus wanneer het district mooi is en je hebt heel veel, kijk, met de corona heb je bijna geen activiteiten meer. Maar als er activiteiten zijn, denk maar aan die Pasenrace en zo, hè, hebben we niet meer. Maar elk district heeft mooie dingen en ik denk dat we daar aan wel moeten gaan werken. En Nikeri heeft, net als de andere districten, ik denk dat twee districten dat reeds hebben, hè, een toeristenplatform, hè, met heel veel stakeholders. En zij moeten ervoor zorgen dat de districten echt toeristisch aantrekkelijker wordt gemaakt. Gobardan zegt dat de enige manier om terug naar het oude te kunnen gaan is dat men zich laat vaccineren. In de horecasector moet je nu al aantonen dat je bent gevaccineerd. En dat is niet leuk voor de niet-gevaccineerden, benadrukt DC Gobardan.